Achilles is de nummer 10 van de ranglijst in het zwart en wit gestreept. Barendrecht staat 2 plaatsen hoger, heeft 3 punten meer. En de thuisploeg Achilles is de ploeg die aanvalt. Diaz de Oliveira met de voorzet. Philips met de aanname en zijn schot wordt gekeerd door doelman Chuck Alam van Barendrecht. Vervanger van de nog altijd geblesseerde Van Splunter. Dan de aanval van Barendrecht, daar is bij de eerste paal Bas Maurits. De spits die dit seizoen nog niet gescoord had, brengt Barendrecht na ruim een kwartier spelen op 1-0. Goeie aanval van de ploeg van Adrie Poldervaart, die 3 wedstrijden op rij al had gewonnen. En van de onderste regionen is opgeklommen naar de subtop. Achilles wil wat terugdoen en moet wat terugdoen. Maar Philips mist de misschien wel grootste kans van de eerste helft. Tot zijn eigen afgrijzen. En zo blijft het 1-0 voor Barendrecht. Dat het moet doen zonder een aantal vaste krachten. Joey Jongman, de aanvoerder, is er niet bij. Daarom Eekman, de kapitein. En deze kopbal van Bas Maurits valt binnen. Na de voorzet van Eekman is het 2-0 voor Barendrecht. Halverwege de tweede helft. Niet helemaal conform de veldverhoudingen. Maar hij zit wel. Doelman Desny Rooyendijk die kan alleen maar kijken naar die kopboogbal van Bas Maurits. Omar inmiddels in de ploeg gekomen bij Achilles. Van een meter of 25 een venijnige stuit. En Chuck Alam is nu wel kansloos. Het is 1-2. Achilles komt die treffer toe. En Achilles maakt haast om Barendrecht te laten aftrappen. Want het gelooft er nog in. En dus zet de ploeg uit Groesbeek nog één keer aan. De voorzet en de bijna kans voor Wouters. Maar het blijft 1-2. Barendrecht wint voor de 4e keer op rij en klimt naar de 5e plaats op de ranglijst. Dames en heren, jongens en meisjes, dat was de wedstrijd in de 2e divisie tussen Achilles 29 en Barendrecht.